een nieuwe video. Mijn haar is een beetje verwaaid door de regen en zo. Ja, en door de wind. Ja, maar we zijn hier ergens op een prachtige plek. En we hadden jullie ook beloofd om jullie het een en ander te gaan vertellen. En iemand voor te stellen. Ja. En bij die iemand zijn wij nu. Dus we gaan even de camera draaien en dan gaan we jullie voorstellen. Ja. Oh. Nou, hallo. Hallo. Dit is Melissa. Ik ben Melissa. Ja. Ja. En Melissa die heeft hier allemaal prachtige paarden staan. En een hond. En een hond. Even de hond. Lola. Lola hebben jullie ook op de TikTok gezien. Lola de Rottweiler. Ja, de Rottweiler. En wat we wilden doen is Melissa even voorstellen, want we gaan samenwerken op het gebied van paardencoaching. Ja. En Melissa die heeft al jaren ervaring met paarden en wij met coaching, dus dat leek ons de ideale combinatie. Dus we gaan haar even voorstellen en we gaan haar ook voorstellen aan de paarden. En over de paarden gaat ze wat vertellen. Ja, dus neem ons mee ja, naar je paarden. Ja. Te beginnen is dit het land. Ja, oké. Okay. Dat is een aardig stuk. Ja, 3 hectare grond, waarvan 5 paarden van mij op het land staan. Leuk. Dus die gaan we even voorstellen. Dan gaan we even voorstellen, dan gaan we er even naartoe. Ja. Ja, dus ik ben even. Oké. Ja. Nou, dit is Donato. Die hebben wij, dit is de laatste aankoop van ons geweest. Het is een 1-jarige hengst. Hij komt uit een stoeterij, waar hij gefokt is voor rijke sheiks uit het buitenland. Ach god. Hij is eenmaal opgehaald, merkten we dat hij eigenlijk helemaal niks gewend was. Dus hij was heel erg bang, vooral voor mannen. Hij is hier nogal gewond geraakt, uit het land, uit de trailer gesprongen, door het land heen, door draden heen. Dus hij is gehecht, maar het ziet er onderhand super mooi uit. Laat eens zien. Kom eens even laten zien. Kom, even draaien. Oh ja, hier daar. Was een grote wond, ja. Maar het ziet er weer super netjes uit. Dus we gaan met hem langzamerhand zijn we aan het oefenen met voetjes geven en aan het wennen aan de mens. Vooral aan de man. En vooral aan de man, ja. Ja. Vrouwen is die gek op, alleen mannen dat is even een dingetje nog. Wat denk je dat, hoe dat komt, dat hij zijn hekel aan mannen heeft? Denk je dat hij mishandeld is? Dat ergens wel, ja. Ze zijn gefokt voor rijke sheiks, dus ze moesten natuurlijk heel snel mooi lopen en ze moesten heel snel zich goed kunnen laten showen. Nou ja, meestal in die werelden zijn allemaal mannen die toch even wat hardhandiger met ze omgaan. Triest. Waardoor ze altijd gelijk flink verleden hebben, ondanks dat hij pas 1 jaar oud is. Zielig. Ja. Op een hele hoop meegemaakt al. En dat is ook wel het leuke, dat hij bij mij al vrij rustig was. Hij is hè? Wel heel nieuwsgierig, dus dat scheelt bij hem heel erg. Kijk. Ja. Maar de eerste dag dat we hem hadden gehaald, had niemand hem willen zien. Nee. Maar ja, beetje bij beetje, dat heeft gewoon tijd nodig. Ja, heb tijd nodig. Dus eigenlijk hebben jullie hem een soort van gered. Eigenlijk, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Hij had nog nooit gras gezien, dus de eerste keer op het gras dacht hij, wat gebeurt hier? Ja, triest. Maar Dan heeft hij wel een mooie plek. Ja. Om te groeien ook voor zichzelf. Ja, om te groeien. Ja. En te wennen en vertrouwen te krijgen. Het is een Arabier. Ja. Ik vind hem wel prachtig trouwens. Hij wordt wel steeds blijer ook. Ja. Hij is nu een beetje grijs met lichtbruin, maar over een paar jaar is hij spierwit. Spierwit. Oké. Ik heb het al gekregen. Ja. Koppie. Ja. Ja, leuk schat. Donato. Ik vind het een stoere naam. Ja. Kijk, ik ben wel een knuffelaar. Ik ben een knuffelaar. Oh, kom even gedag zeggen. Ja. Even gedag zeggen. Wat een verschil het is hoe die kwam en hoe die nu hoe al die is. Hoe die nu hè? Is zo'n groot verschil al. Zo triest dat er zoveel dieren mishandeld worden. Op een verkeerde manier ook op wel. De verkeerde manier, ja. Dat vind ik, kom je heel veel tegen in de paardenwereld. Zielig, er zijn eigenlijk voor de mensen die paarden, er zijn te veel paarden. Ja. En daardoor, een paard wordt gewoon met gemak 30 jaar. En daardoor gaan ze van baas naar baas naar baas. Ja, dat is zielig. Ja. Maar daarna heb ik nog voorlopig nog even te gaan. Ja, je mag nog even blijven. Dat is wel fijn. Dan hebben we de volgende. Ja, die is niet voor mij. Nee, deze, die andere die erbij staat, is niet voor jou. Ik wil je voorstellen. Deze van een vriendin van mij. Oh ja. Vergeten. Nou, nu ja. al. Ja.
Dit is een KWPN'er. En nu ben ik zijn naam even kwijt. Ja, dus ze had het gezegd. Ja. De stoere naam had hij, maar ik weet het ook niet meer zo gauw. Ja, daar kom ik zo. Nou ja, als ik dat, dan zet ik dat in de video alsnog even de naam. Ja, mochten ik kom we zo meteen wel weer op zijn naam. Komt goed. Dus hij staat nu alweer een poosje bij ons. En op zich, ja, een lief paard. Maar ook eentje met een gebruiksaanwijzing. Ja. Maar niet van jou. Nee, van niet van mij. Dit is Dex. Dex is een meldier. Het is een kruising tussen een ezel en een paard. Deze hebben we laatst overgenomen van een kinderboerderij. Daar had hij het niet zo naar zijn zin. Dus zodoende, ja, wij zijn hem ook nog aan het leren kennen. Zodoende dat hij nu bij ons staat. In de kudde ligt hij heel goed. Dat gaat echt. Hij zet iedereen goed op zijn plek. Die niet graag op zijn plek gezet wil worden. Dus op dat punt voedt hij een hoop paard op. Een hoop op, ja. Dus Dex is 4 jaar, is een jongetje. En, ah, ja. Het is wel leuk. Hij is die heel grote leuk. Oren, ja. Hij heeft natuurlijk hele grote oren. Dat is het leuke van een meldier. Is hij al een beetje gewend aan mensen? Een beetje wel. Ja. Alleen, ja, het is een blijven ezel. Ja, dus, eigenwijs. Ja, ze zijn lekker eigenwijs. Wandelen, dat hoeven we nog niet met hem te doen, want hij gaat als een ezel stilstaan. En ja, we moeten hem ook verder nog een beetje leren kennen. Een beetje opvoeden. Hij is nog 4, dus hij is nog jong. Ja. Daar hebben we gewoon ook even de tijd nodig. Daar hebben we ook even de tijd voor nodig. Hij staat hier nu een paar weken. Dus, nou, hij is wel leuk. Ja, hij weet zijn plek onderhand in de kudde heel goed te vinden. Ja. Ja, die oren. Alles op zijn tijd, die ja. Oren zijn het leukst. Een ezel stelt het een beetje andersom. Een paard, als hij boos is, legt hij zijn oren in zijn nek. En een ezel kan juist ook weer aangeven met zijn oren naar achter dat hij echt een beetje aan het genieten is. Oh, oké, okay. Dus die doet dat weer een beetje op de andere manier. Ja. Nou, dus grappig. Ezel is echt, een meldier is echt eigenlijk heel anders dan een paard. Dus ja, daar moeten we ook nog even. Het is ons eerste meldier. Ja, ook dus even uitzoeken hoe de gebruiksaanwijzing is. Weg invinden. Ja. Maar hij is, Hij is heel knap en heel lief. Ja. Dus we gaan ermee aan de slag. Hoor. Ja, leuk. Ik heb ook zin in. Hè? Hier ben ik mee. Oh, jij mag ook weer vriendjes gelijk. Ja. 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 Een snoepje. Ah, een snoepje is altijd goed. Is altijd goed. Volgens mij nog wel. Ze ruiken het altijd zo goed. Je bent leuk. Dex. Ja. Stoere naam. Dex. Oh, ja. Iedereen komt bij elkaar staan. Iedereen komt gezellig bij elkaar staan. Maar we hebben hier een kleine boef. Ja, dit is Fabian. Fabian is 6 jaar oud en een Shetlander. Oh, er komt er nog één. Fabian is best wel apart getekend. Want hij is zwart. Zwart? Met een witte staart. Met een witte staart, ja. Dus Fabian is pas ingereden. En Fabian is bij ons sinds dat hij 2 is. Dus we hebben hem al 4 jaar. 4 jaar. Hij is altijd een hengst geweest. Dus hij had altijd zijn eigen vrouwtjes en was vroeger de baas van de kudde. Ach. Nu niet meer, maar hij maakt nog steeds wel indruk. Ondanks dat hij zo klein is, zijn soms de grootste nog steeds bang voor hem. Was stoer. Ja. Voor zo'n... ja, het is een heel stoer paard. Ik zal even zo staan. Het is wel Shetlander ook, echt met karakter. En hij is berensterk. Ik heb een keer met hem gehad dat ik hem vast moest houden, maar dat hij gewoon zijn hoofd tussen mijn benen deed en me optilde en me wegrende. Ja. Dus, hij is wel leuk hoor. Ja, hij is geweldig. Ja. Dat is eigenlijk een paard van je dochter, toch? Ja, ik heb een dochtertje van 4 en Fabian is eigenlijk haar paard. Haar paard, ja. Maar afgelopen, vorige zomer zijn we hem in gaan rijden en dat doet hij eigenlijk heel goed. Heel goed, hij is super braaf, dus hij kijkt nergens van op. Dat is een paard waar je eigenlijk ook alles mee kan. Kan je mee komen. Alleen voor haar te sterk. Ja, ja, ze is natuurlijk. Maar ja, ze is ook nog te jong. Te jong, ja. Dus, want het beste is vanaf 7 jaar ongeveer. 6, 7 jaar, ja, om te gaan rijden voor kinderen de heupen. Ja. Dus daar kan ze straks lekker mee aan de gang. Hallo.
In ieder geval het verzorgen en ja, wat verzorgen, leren, en leren het omgaan. Ja, ze geeft al vaak zat eten aan hem en doet ook borstelen. Ze zit regelmatig op hem, daar krijgt ze ook geen genoeg van. En hij is altijd een beetje, wij noemen hem altijd een beetje de stalker. De stalker. Waar jij bent, is hij ook. Is hij ook. En hij heeft deze ook volgens mij. Ja. En die witte is ook niet die van komt die... overal. Nee, die witte, dat is een showpaardje. Die is, ja, die is van, niet van jou. Die is niet van mij. Nee. Die staat hier. Die staat hier vrolijk, omdat hij niet in de kudde kon waar een andere paard staat. Hey, joh. En eigenlijk ja, zijn vinden ze elkaar heel lief. Beste vriendjes. Ja, ja, dat is wel leuk. Ja. Dus die zijn altijd samen. Oh, kijk. Daardoor is het wat lastiger met Fabian, want die kan je nu niet zomaar mee. Staat hij op? Dat, ja. Ja, dat was grappig. Ja. Dus dat is Fabian. Fabian. Kijk of hij een beetje bij je komt. Kom maar even. Nog heel erg wennen. Ja. Kijk. Spooky. Ja, een ezel is heel snel zijn interesse kwijt. Oké. Okay. Dat is weer bij je moet uitdagingen ezel hebben of zo. Ja. Nou, dus lief. Hey. Die vindt het leuk, maar heel snel zijn ze hun interesse kwijt waarvan ze denken, ja dag, ik ga weer weg. Oké. Okay. Ja. Ja, even de orde. Even zijn vrouwtje wie, beschermen. Oh, is dat de bescherming voor, ja, voor haar? Ja. Wat is dat hij dan? Ziet zij als zijn vrouwtje. Ja. Dus die wordt nu heel de kudde nee, houdt. Stereo aaien. Ja, stereo aaien. Je maakt stereo aaien. Dus dat is vooral belangrijk met coaching. Natuurlijk het gevoel van het paard, ja, herkennen, ja, in het gevoel van het kind en ja. Ik heb één paard, nou die gaan we zo even voorstellen. Zo dat voorstellen is echt een spiegel. Ja. Dus zij is heel onzeker van zichzelf, maar daardoor weerspiegelt ze heel erg jouw gevoel. Ja. Ja. Dus dat is wel mooi dan. Ja, dat is heel mooi om te zien. Nou, daar gaan we zo even naar kijken. Dus het komt erop neer van als een kind verdrietig is, merkt wordt het zij het paard, ook verdrietig. Wordt ook verdrietig en daar, ja. Maar als ook je zenuwachtig bent, wordt zij zenuwachtig. Ben je boos, wordt zij ook boos. Ja. Ja. En dat herken je ook. Dat ken je, ja, ja. Maar zij laat het ook heel goed zien. Ja. Okay. Dus zij is echt een spiegel. Nou, ben benieuwd. Ja, ja, dus daar gaan we ook even heen. Gaan we even heen. Naar de volgende. Ja. Dit is Menta. Van 13 jaar oud. Zij is, komt officieel uit Tsjechië. Ze heeft een Tsjechisch paspoort. We hebben haar overgenomen van iemand die bij ons in pension stond. Ze is vroeger sportpaard geweest. Ze is wel heel mooi. Ja, helemaal zwart. Ja. Flink aan de maat. Ja, het is een grote dame. Ja, grote dame. Vroeger is zij sportpaard geweest. En heb door een blessure is afgekeurd voor de sport. Oké. Okay. Ze heeft eigenlijk de ergste peesblessure die een paard kan hebben, heb zij gehad. Ah. Ja. Dus eigenlijk diende zij meer als grasmaaier, als rijpaard. Langzamerhand mogen we wel weer een beetje met haar oppakken. Maar dat is wel leuk. En dat doet ze ook echt heel leuk. Leuk, ja. Ja. Zij is van zichzelf heel onzeker. Waardoor ze echt een spiegel is in gedrag. We zijn met haar bezig om ook haar op te gaan leiden voor het coachen met kinderen. Ja. Omdat zij zo'n spiegel is met gedrag, kan ze daar heel veel in laten zien. En daardoor is het ideaal. Misschien hebben we perfect paard ervoor. Ja, een mooi, mooi paard ervoor. Maar ze is van zichzelf heel onzeker. En ben jij boos? Is zij ook boos? Ja, precies. Dus dat voelt ze heel erg. Dat voelt ze heel erg. Mijn verzorger die is nu langzamerhand met haar aan het rijden gegaan. En mijn verzorger is zelf bang geweest voor paarden. Okay. En daardoor ook heel onzeker. Maar door een paar keer samen naar buiten te gaan, merkte ze toch wel dat ze gewoon op haar gevoel moest uitgaan. En dat ze daardoor Menta zeker van haar werd. En zij zeker van Menta. Dat ze elkaar weer hielpen daarin. En dat ze daar... Dat is wel gaaf. Ja, daardoor zijn ze elkaar wel een goede aanvulling op elkaar. Waardoor het eigenlijk nu buiten rijden eigenlijk super goed, goed gaat. Gaaf. Ja. Dus dit is Menta. Dat is Menta. TTML. Die dus met het coachen dus, best wel eens vaak voorbij zal komen. Ja.
Nou, dat waren al jouw paarden, toch? Want we hebben hier nog wel één, maar dat is jouw paard niet. Nee, dat is ook mijn paard niet. Nee. Dan hebben we alleen Jori nog. Jori nog, en dan gaan die komt zo. Die is even een stukje aan het rijden. Dus ja, wil heel graag op de film. Ja, hij wil graag op de film. Ja, even een stukje dan. Hij vindt zichzelf heel stoer, dus ik denk dat hij zich even wil laten zien. En hun ook horen ook wel een beetje. Ja, het is een setje, hè? Ja, het is een setje. Daar knappie. Knok en Buk. Knappie. Dit is Jori. Jori is een IJslander van ras. Hij is 21 jaar. Dit is eigenlijk de allerliefste en de allermakkelijkste. Bij hem kan je onderste, boven, achterste, voor op hem zitten. Van zijn kont afglijden en al. Dus ook hij is een goed paard voor het coachen. Maar vooral omdat hij zo lief is. En, je kan zo met hem knuffelen. Het is echt een knuffelaar. Dus Jori is al heel lang van ons, eigenlijk vanaf het begin van mijn schoonvader geweest en van ons. Dus die heb je ook zo al zit hij al een poos in de familie. Ah, ja. Hallo. Omdat Jori al een jaar of 13 bij ons is. Dus dit is Jori, dat is de laatste. Dat is de laatste. Kijk hoe lief ze is. Ja. Gaat steeds beter dit. Ja, gaat steeds beter, hè? Ja. Met vriendjes aan het maken. Nou, dat was een dagje voorstellen. Paarden voorstellen. Ja. En Melissa voorstellen. En iedereen laten zien. Ja. We hopen dat jullie het een leuke video vonden. En, ik weet zeker dat jullie de volgende keren nog veel meer te zien krijgen van alle paarden die er staan. Ja. En we gaan er hele leuke filmpjes van maken. Ja, bedankt voor het kijken. Tot snel weer. Tot snel. Doeg.